De situatie in Galibi, waarbij er dode vissen aanspoelen op de stranden, baart het traditioneel gezag, maar ook de bewoners, enorme zorgen. Ricardo Pané, kapitein van Galibi, zegt dat door deze situatie, die al 2 weken gaande is, er een enorme stank hangt in het dorp en dat het water van de rivier niet te gebruiken is. Het traditioneel gezag staat morgen samen met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, aan een onderzoek om meer klaarheid te hebben in deze situatie van de dode vissen. Je kan zoveel dingen concluderen. We weten niet wat er in de Amazone is gebeurd, wat uitkomt richting van daaruit. Ja. Dus dat er alleen maar gladde vissen doodgaan. Vroeger hadden we dit, maar alle vissensoorten gingen dood toen hoor. Maar nu is het echt alleen maar gladde vissen. De barbamang, de kodoku, de kupila, de kati. Maar geschipvis, er is geen dode geschipvis. Dus er is wat aan de hand dat onderzocht moet worden. Ja, ik heb begrepen dus dat de vissen heeft het toegerapporteerd naar de LVV. En ze hebben gezegd, ja, zij weten dat elk jaar dit is. Wij wonen hier, zij wonen niet hier. Wij wonen elke dag hier. Ik ben kapitein. Ik weet elke dag wat er gebeurt. Dat kan je me niet dat als antwoord geven. De kapitein van Galibi geeft verder aan dat niet alleen Galibi last ondervindt van dode vissen op het strand, ook de gebieden aan de zijde van Frans-Guyana ervaren hetzelfde. Pané gelooft dat de dode vissen uit de Atlantische Oceaan aanspoelen op de stranden. Niet alleen onze stranden zijn bezaaid met dode vissen, ook de Franse stranden. Oké. Okay. We zijn dichtbij Yalimapoto, ja. De Franse kant, aan de monding. Ja, alleen maar dode vissen. Zoveel dode vissen. Stang in het dorp, stang op de luchtstranden. En natuurlijk gevaarlijk voor mensen. Ja. En op Galibi is het wel opgeruimd door de Bashas. Ze hebben werk van gemaakt. Want je kan het niet zo laten. En nu is het springvloed natuurlijk, dus alles komt naar binnen. Mm-hmm. En de stank blijft. Het water is vuil, ruikt rauw, dus je kan niet in de rivier baden verlopen. Kapitein Pané geeft ook aan dat de situatie gerapporteerd is aan WWF, echter is er nog niet gereageerd. Het onderzoek dat morgen start zal gebaseerd zijn op oriëntatie, maar er zullen ook watermonsters genomen worden voor verder onderzoek. Intussen is de situatie onder de aandacht gebracht van het ministerie van de Ruimtelijke Ordening en Milieu, die samen met de lokale bewoners naar een oplossing zoekt.